Marinus Blaak, er bereiken ons op de redactie dagelijks telefoontjes van wat is er met de gele raaf? Is hij weggevlogen? Nee, de gele raaf die bestaat nog steeds. Helaas wordt de content wat minder, want ik word ook wat ouder. En op het moment is mijn hoofdcomputer stuk. Ik kan dus niet alles meer doen wat ik altijd wilde. Daarvoor in de plaats maak ik me nu druk voor A-visie. Door filmpjes te maken. Dat deed ik altijd al, maar nu iets meer. Maar hoe lang gaat dat duren dan? En is er wel toekomst nog? Oh, de gele raaf heeft zeker toekomst. Die bestaat al bijna 25 jaar, dus dat loopt wel door. Kijk, ik werk nu al meer dan 3 jaar voor A-visie. Maar overal waar ik kom is altijd nog, gele raaf. Dus dat werkt heel lang door. En ik kom daarom, is het ook jammer om daarmee te stoppen. Ik ga daarmee door. Misschien dat de vorm iets gaat veranderen. Dat er dus meer mensen aan gaan werken. En ik niet alleen. Dus het wordt wat gevarieerder. En dan wordt er elke dag toch wel weer nieuws opgezet. Ja. Wanneer kunnen we dat verwachten? Nou, ik verwacht het met een week of twee, dan begint het wel weer.